Hey jij daar, pest jij wel eens? Maar wat voor lol heb je nou aan pesten? Het is toch veel leuker om samen te spelen en lol te hebben? Chattime is bij Agnes Anti-Pest speelmiddag. Wedden dat iedereen het leuk heeft? Waarom is er een speelmiddag georganiseerd? Er is een speelmiddag georganiseerd ter ere van mijn overleden vrouw, Agnes van den Muizenberg. Die had een boek geschreven, Huilen zonder tranen, gepest. En dat ging over onze dochter. Die werd heel erg gepest op school. En van daaruit heeft ze acties op scholen gevoerd tegen pesten. En voor wie is deze dag? Deze dag is voor alle kinderen uit Tuinzicht en Westerpark. Die mogen hier komen spelen. En hier leren ze ook dat ze niet moeten pesten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weten jullie of waarom er een speelmiddag is georganiseerd? Ja, tegen pesten. Dus dan, ja, dat is dan eigenlijk een dag of een middag dat je dan speelt zonder pesten. Dus dan gewoon een leuke middag. Dus... Wat vind je van pesten? Ja, slecht. Dus ja, het is gewoon niet leuk, weet je wel. Werd je zelf wel eens gepest? Ja, vroeger. Dus ja... Echt iets van 3 jaar geleden, maar dat is echt niet fijn. Want dan word je zeg, buitengesloten en allemaal vervelende woorden, zo zeggen ze dan. Dus dat is, nee, dat is niet leuk. Is niet fijn. Nee. Weet jij waarom er een speelmiddag is georganiseerd? Het is tegen pesten, en zodat kinderen met elkaar kunnen spelen. Nou, dat is wel een goede, ja. Wat vind jij van pesten? Dat vind ik heel erg. En ja, je weet niet wat je met andere kinderen kunt doen, zeg maar. Ben je zelf wel eens een keer gepest? Ja, ik ben zelf ook gepest. En ja, ik ben er nu wel sterker door uitgekomen. Dat is wel, ja. Wat deed je dan? Ja, wat deed ik toen? Ja, gewoon naar leraren. Gewoon vertellen dat ik gepest werd en toen werd het opgelost. Ja, toen ben ik gewoon sterker door uitgekomen, ja. Weet jij waarom er een speelmiddag is georganiseerd? Ja, omdat dan kunnen de kinderen lekker spelen en dan gaan ze niet rondhangen op de straat en pesten. Wat vind jij van pesten? Helemaal niet leuk. Werd je zelf wel eens gepest? Ja. En ik vond het zelf ook helemaal niet leuk. Wat deed je dan? Ik zei, het was eerst wel leuk, maar nu niet meer. Mijn vader heeft dit georganiseerd, sowieso mijn moeder te herdenken en om iedereen bewust te maken van pesten. Ik wil mijn zus naar voren roepen, Jannie.
Ik wil Joanna naar voren roepen. Johan en Christian. We hebben alleen jou nog. En we vinden het echt heel goed dat je dit allemaal hebt gedaan. Dus we hebben allemaal een roos voor jou. We zijn echt heel trots op jou. TV. Wil jij ook reporter worden? Durf jij? Kijk dan snel op chattime.nl. Doei!